Welkom bij een speciaal GK's Journaal. We doen er gewoon 3 deze week. En ik heb maar 1 reden om dat te doen. En dat is namelijk dat, en misschien weet niet iedereen dat, maar de afgelopen dagen, vooral het weekend, maar ook een aantal dagen daarvoor, was de Tokyo Game Show, jongens. Als die fucking corona er niet was geweest, waren wij hoogstwaarschijnlijk nu... Nou, we waren nu denk ik niet meer in Tokio aan het rondlopen, maar we hadden de afgelopen dagen gewoon lekker in Tokio rondgelopen. Helaas, dat is verpest door dat vervelende virus. De Tokyo Game Show ging echter wel door. Online, dat wel. Het was een volledig online schema. Elke dag waren er een soort van slots van allerlei bedrijven, allerlei publishers. Heel veel Japanse publishers die, denk ik, veel mensen niet zullen zeggen. Maar ook een aantal belangrijke publishers die we wel kennen. Hè? Ik bedoel Square, Capcom, Sega. Die allerlei een soort van online persevenementjes deden. En daarin wat nieuwe games aan je voorbij lieten gaan. Nou goed, ik heb dat allemaal even verzameld. Allemaal even gekeken de afgelopen dagen wat er getoond was. Overal kun je zeggen, niet heel veel keihard groot nieuws. Daarvoor is er de afgelopen dagen denk ik al te veel gebeurd als het gaat om de next gen. En is de Tokyo Game Show toch... helaas net wat te klein aan het worden. Het was voornamelijk gericht op de Japanse markt met wat kleine stukjes informatie voor de westerse markt. Maar er zaten wel een aantal leuke dingen bij. En ik weet, onder onze community, de Aziatische games, de Japanse games zijn nog altijd heel populair. Dus ik ga de highlights even uitpakken. We beginnen met de Xbox presentatie. En dat was ook eigenlijk het begin, als ik het goed heb, van het evenement. Xbox zou het dan gewoon gaan aftrappen met een presentatie van een uur. En van tevoren hadden ze al gezegd, jongens, hold your horses, we gaan niks qua next gen aankondigen, geen belangrijke mededelingen. Dit gaat heel erg op de Japanse markt gericht zijn. Ze hebben het gehad over Minecraft en Japan, Flight Simulator komt een stuk Japan in. En eigenlijk was er één ding die er echt bovenuit stak. En dat was dan weliswaar van een third party publisher. Maar publisher Square Enix, die in die presentatie aangaf dat hun volgende Nier game. En die heet, en dan moet ik echt even goed kijken hoor. Maar Nier Replicant version 1.22474487139. Nou, ga dat maar even aan je moeder vertellen als zij die game voor je moet gaan halen. Die hebben dus gameplay laten zien en er is een release datum gemaakt en dat is april 2021. Replicant wordt een complete remake van de originele game, vanaf de grond af aan opgebouwd. En nou, ik vertrouw Square daar wel in, maar met Resident Evil hebben ze natuurlijk ook prachtige dingen gedaan. De remakes zijn de laatste tijd goed. Mafia was ook een hartstikke goede remake. En Yoko Taro, dat is de man achter het eerste deel. Die heeft gezegd, jongens, dit wordt echt een brand new title. Die je weer opnieuw kunt gaan beleven. Dus als je de originele game hebt gespeeld, dan ga je gewoon helemaal niks merken. Dan krijg je weer echt een nieuwe ervaring. Dus dat is hartstikke tof nieuws. Dan was er nog een ander klein nieuwtje. Dat ging over de Xbox Series X. S. Die is namelijk al afgeprijsd in Japan. Ongelooflijk. Hij gaat £25 naar beneden ten opzichte van de prijs in het Westen. Het item wat ik gezien heb, of het artikel wat ik erover gelezen heb, dat was een Brits artikel. Dus die hebben het even over ponden. Maar de Xbox S is dus nu al afgeprijsd in Japan. Dat kan een strategische zet zijn, omdat Microsoft nou eenmaal wat zwakker staat in Japan. Ze hadden natuurlijk hun prijs van de S aangekondigd voor de PlayStation Showcase, waarin zij weer hun prijs aankondigen. En waarschijnlijk is dit een reactie op de lage prijs van de discloze PlayStation 5. Dus het is gewoon een reactie. Microsoft moet in Japan gewoon net even wat meer doen. Net even wat harder lopen dan in Europa en in Amerika. Dan gaan we naar Capcom. En ik heb natuurlijk net, hakkelde ik ook een beetje, natuurlijk een hartstikke domme fout gemaakt. Want Resident Evil is natuurlijk van Capcom en niet van Square. Maar belangrijkste nieuws omtrent Resident Evil, ondanks dat er een serie gaat komen naar Netflix, maar daar gaan Koos en Jelle het ongetwijfeld nog over hebben in Filmkings. Dus dat laat ik even buiten beschouwing. Dat is een beetje raar gegaan, gelekt. Was niet helemaal de bedoeling dat het voortijdig al naar buiten kwam. Ze hebben ook niet echt veel nieuwe beelden van Resident Evil laten zien, maar ze hebben aangegeven dat ze nog steeds bezig zijn om Resident Evil Village
ook naar de current gen te gaan halen. PlayStation 4, Xbox One. De bedoeling is nog steeds dat Resident Evil Village ook daar naartoe komt. Maar ze hebben aangegeven, we're looking into it, but we can't make any promises. Als je het aan mij vraagt, ik weet niet of ze dit gaan halen. Laat ik het eerlijk zijn, ik ben sowieso iemand die altijd zo snel mogelijk naar de next gen overstapt. Ik pre-order niet, maar probeer wel daarna zo snel mogelijk de next gen te ontvangen. Omdat ik wil dat ik de games maximaal kan spelen. En ik weet van, Resident Evil Village. Ze hebben echt iets gemaakt waar ze nu al de nodige problemen mee hebben om dat draaiende te krijgen. Volgens mij op de PlayStation 5, als ik het goed begrijp. Dan moeten ze het echt gaan downtunen naar de current gen toe. Ik denk niet dat ze dat moeten gaan doen. Het is wat het is. Dat is vervelend, denk ik, voor heel veel fans van deze serie. Maar ik denk dat ze er dan een puinbak van gaan maken. Maar goed, dat is even een beetje mijn mening. Dan gaan we naar Hyrule Warriors, Age of Calamity. Ook daar is een trailer van getoond. Dit is een game. Ik bedoel, ja, mensen spelen nou helemaal graag in dat universum. Ik denk dat het hartstikke leuk is dat daar weer deze versie eraan komt. We zitten al de hele tijd op Breath of the Wild te wachten. Een nieuwe Zelda. Nou ja, goed, dit gaat een beetje naar de voorkant van die hele verhaallijn. Ziet er goed uit. Ziet er tof uit. De eerste gameplay werd getoond in Tokio. Veel enthousiasme over. Is een game die denk ik zeker in Azië gaat scoren. Maar ik denk dat die in Europa ook wel gaat opgepikt worden. Dus wat dat betreft, hartstikke leuk dat die getoond werd. Een andere game die in Japan de headlines haalde, was Dynasty Warriors 9 Empires. Die komt naar de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X en S en Xbox One consoles, Nintendo Switch en de PC. Begin 2021. En dan denk ik altijd, dat zal wel februari, maart worden. Dit is Dynasty Warriors games hebben om de zoveel tijd een spin-off. En die heten dan Empires. En daar moet je als generaal dan compleet China veroveren. Nou, het is echt een niche. Meer strategie, minder hack en slash. Je moet ervan houden, maar in Japan zijn er ontzettend veel fans van. En dit werd ook wel gezien als een van de grote mededelingen op de Tokyo Game Show. Zag er gewoon hartstikke tof uit. Totaal niet mijn game trouwens. Maar dat maakt niet uit. Headlines haalden ze ermee. En ik denk dat de fans hier dan best wel blij gaan zijn. Dan, nu komen we een beetje op speculaasterrein. En ik kijk nu even naar buiten en dan zie ik dat het grijs en grauw is. Het is nu tijd dat de pepernoten en de speculaas gehaald mogen worden in de winkels. Dus we mogen ook speculaas in onze items gaan zetten. Sega, heel apart verhaal. Sega is natuurlijk een hele grote partij in Japan. Ze zijn niet meer zo groot als vroeger, maar ze zijn nog steeds een belangrijke speler. En normaliter zijn ze al flink aanwezig op en om de Tokyo Game Show. Maar dit jaar, het was niet veel. En er waren een aantal hele aparte dingen. Bijvoorbeeld Sonic. Men wacht dat we iets met Sonic zouden gaan zien. Grote, nou, misschien wel het character van Sega. Nog steeds een immens populair character worldwide. Totaal geen nieuws over of ze ook maar met iets bezig zijn van Sonic. Dan was er natuurlijk nog de nieuwe Yakuza game. Er waren geruchten, die zou worden aangekondigd. Sterker nog, het waren bijna geruchten meer. Het waren bijna mededelingen van heel veel ingewijden van hij komt dan op de zondag. Nou, ik heb net nog even gekeken. Ook daar weer heel veel onduidelijkheid over wanneer die dan wel of niet kwam. En toen dacht ik bij mezelf, hey, als we dit nou eens koppelen aan de geruchten die gaan, de sterke geruchten, en we hebben het er al over gehad in de vorige GameKings journaals en in het einde van de week, dat Microsoft nog niet klaar is met het aankopen van nieuwe studio's voor hun Game Pass. Het feit dat Microsoft met Bethesda natuurlijk een enorm grote speler heeft aangekocht, maar het is geen Japanse developer, weet je, als hun games doen het heel erg goed in het Westen. Wat minder specifiek voor Azië. Sega doet het wel. Er zijn geruchten dat Microsoft ook nog bezig zou zijn met Sega. Er zijn geruchten dat Microsoft binnenkort komt met een eigen showcase. 1 en 1 en 1 en 1 is 4. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat al deze aankondigingen nu gewoon opgespaard worden voor de volgende Xbox showcase. Waar dan misschien deze aankoop
aangegeven kan worden. Ik bedoel, het is nu, we zitten in fucking toffe maanden. Dit is tactical warfare hier op dit moment. Dus kijk, Sony kan het. Je zou zeggen van waarom zegt Microsoft dat niet nu? Nou, omdat ze het niet hoeven zeggen. Hè? Je hebt gewoon munitie. En die munitie was Bethesda. En mensen zijn nog nauwelijks bekomen van Bethesda. Dan ga je niet meteen je andere klapper erop gooien. Die bewaar je gewoon even voordat straks weer dat nieuws is weggezakt een beetje. En dan gooi je Sega erop. Misschien wacht je ook even waar Sony mee komt. Je houdt je munitie als marketeer voor je. Dus ik zeg niet dat het zo is. Het zou zomaar kunnen zijn. Sega gooide heel veel op de pandemic en COVID en et cetera, et cetera. Maar ik weet het niet, man. Ik ruik wat. Ik denk dat er nog wat cooking is bij Microsoft. Maar we gaan het zien. Hebben we op de TGS ook elk jaar een award. Vind ik altijd heel interessant, omdat dat laat zien wat in Azië dan heel populair is. En specifiek natuurlijk in Japan. Die award heet de Computer Entertainment Suppliers Association Excellence Award. Nou, Japanners kunnen altijd fantastische titels verzinnen. En de winnaar was, en daar gaan we, dames en heren, tromgeroffel, Animal Crossing New Horizons. By far. Eigenlijk was iedereen daar unaniem over. Dit was de beste game als het gaat om de Japanse markt. Een enorme bestseller. En terecht dat deze game dan ook met die prijs weggehaald. Wat ik opmerkelijk vond, de prijs voor Best Foreign Product, want zo heten wij. Wij zijn foreigners. Dat was Call of Duty Modern Warfare. Dat vind ik dan wel weer interessant, want bij mijn weten zijn er echt wel betere games gemaakt in het Westen. Bijvoorbeeld, wat mij betreft, The Last of Us 2 bijvoorbeeld. Maar goed, blijkbaar, ik denk dat Warzone vooral heel erg goed doet, ook in Azië. Dus die hebben de Best Foreign Award geleverd. En als afsluiter gooien we er nog eventjes een trailertje in. En mocht je nu steeds IGN-logootjes zien in beeld, dat is de deal waar we deze zomer gewoon echt mee moeten doen. De officiële trailers, die worden gewoon door IGN op hun site gegooid. Dat is een deal die ze hebben gesloten. Hebben ze knap gedaan, respect daarvoor. Wel vervelend voor andere media, omdat het logootje erin in gaat zitten. Maar goed, wie eerder toekomt. Zij hebben dat voor elkaar gekregen. En we gaan de trailer laten zien voor The Medium. Die zag ik net voor €50 full price gaat zijn op de Xbox. Maar ook in de Game Pass zit. Maar als je de game wil hebben, dan is dat dus €50. Vind ik dan weer een hele nette prijs. Misschien een beetje een steek onder water richting Sony, die hun games op €80 zet. Als dat allemaal doorgaat. Maar in ieder geval €50 kan je hem kopen. Het is een next-gen horror game. Twee characters ga je hierin zien. The Mysterious Sadness. En een antagonist van Troy Baker die ook in de game speelt. The Mall. Ik vind het er spooky uitzien. Ik vind het er tof uitzien. En daarom vind ik gewoon ook, hebben ze het verdiend, als je kijkt naar de gehele Tokyo Game Show, om als afsluiter van deze speciale editie, deze Tokyo Game Show editie van het Game Kings journaal te dienen. I've spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. But that thing. God. Liu Yan! You're all right. I was so worried. Yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. All of them, Marianne. All of my friends. I'm the only one left. Oh, it's okay. I'm here now. Special. Special guy. No! No! I won't let it hurt you. I promise. No! Don't tell them. Don't tell anyone. Sadness! Why did you bring things here?